De autosector heeft het moeilijk. Vorig jaar is de wereldwijde autoverkoop met ongeveer 0,5% gezakt tot 86 miljoen voertuigen. Wat we zien is dat in de VS de automarkt over zijn cyclische top heen is. In Europa stond de autoverkoop onder druk door een combinatie van een vertragende economie en nieuwe uitstoottesten. In China tenslotte hebben we gezien dat de markt fors onder druk stond omwille van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. Ook voor het komend jaar verwachten wij dat de automarkt onder druk zal blijven en houden we rekening met een daling van 0-3% in de autoverkoop. Wat we zien is dat eigenlijk zowel de autoconstructeurs als hun toeleveranciers heel fors moeten investeren om het hoofd te bieden aan disruptieve ontwikkelingen. Welke zijn deze disruptieve ontwikkelingen? Wel, enerzijds de doorbraak van elektrische voertuigen, maar ook de opkomst van zelfrijdende auto's en autodeelplatformen. De marges eigenlijk in de autosector die staan onder druk door enerzijds die disruptieve ontwikkeling, maar anderzijds ook de hevige concurrentie en de cyclische marktcorrectie. Econopolis anticipeert op de wijzigingen in de sector. Wat we in de afgelopen maanden gedaan hebben, is eigenlijk de blootstelling op de sector afgebouwd. Hoe hebben we dat gedaan? We hebben belang in BMW afgebouwd. Daarnaast hebben we ook onze positie in X-FAB, een producent van chips voor de automotive sector, wat verminderd. Op lange termijn blijven we positief, maar op korte termijn denken we dat er te veel moeilijke uitdagingen in de weg staan.